zielig is hier. Ja, dat wil je wel graag vergeten. Boomtjes. Ja. Ja, dan kom je dus thuis van vakantie en dan is je tuin in grote teringzooi. Dat is echt niet normaal. Dan heb je nog niet eens een grote tuin. Nee, dat is echt een heel klein tuintje, maar als ik mijn camera straks omdraai, dan schrik je. Daphne is nou bezig met een moestuinbak. Die was ook een beetje overgegroeid en aangevreten door slakken. Ja, en die bloempjes waren heel hoog geworden. Die heeft Daphne allemaal afgeknipt. Deze is ook helemaal aangevreten door de slakken, hè? Oh ja, die is ook inderdaad aangevreten. Waar komen al die slakken vandaan, joh? Helemaal ja. Kijk, maar deze was ook heel hoog geworden. Die heeft Daphne allemaal afgeknipt. Heel veel bloempjes ook afgeknipt. Boze Wouter. Ja, was wel een beetje boos om, want... Je vermoord erbij, je. En weet je nog dat wij cherry tomatenplantjes hadden? Die had Daphne gezaaid. Die waren uitgegroeide planten, waar ook al tomaatjes aankwamen en zo. Nou, die waren op zich al vrij groot geworden. Onthoud even dat cherry tomatenplantjes normaal gesproken 1,20 meter worden. Dan waren deze dus al aan de grote kant. Ik geloof dat één plant zelfs bijna net zo groot was als ik. Ik denk dus dat hij ongeveer 1,80, 1,85 was of zo. En nou komen we dus terug van vakantie. Let op. Dit is echt niet normaal. Dat is dus niet de klimop, maar een tomatenplant. Daar ook, daar ook. Veel mis dat het ernaast staat. Dat is niet normaal. Hoe hoog zouden ze zijn? 2,5 meter? Ja, denk het. Misschien wel 3. Jij bent... 1,85. Ja. Nee, niet normaal, absurd. Hoe kan dat? Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik snap het ook echt niet. Magische grond. Iedereen heeft gewoon maar een leuke... Kleine tomaatje. Ja. Wij hebben dit. Monsterplanten. Waarom is dat zo? Ik weet het niet. Hoe kan ik het nou dan bijhouden? Ja, dat weet ik ook niet. Je mag gewoon met een trappie die tomaten straks plukken. En dan nog een ander probleem. Ik vertelde voordat we op vakantie gingen heel trots dat er bloempjes kwamen aan de blauwe druif. Nee, blauwe druif. Blauwe regen. Nou ja, dit is de blauwe regen nu. Tadaa. Ja, hij is weg. Hij ligt namelijk hier. Pam, pam, pam. Ja, die is blijkbaar omgewaaid of zo. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar die neemt zo'n beetje de halve tuin in beslag nu. Samen met het tomaatje. Hoe krijgen we die ooit nou nog weer omhoog dan? Ja, dan hou ik hem wel vast. Ik heb geen idee. Wat een gedoe. Je zult maar een tuin hebben. Ja, dat is maar er is ook goed nieuws. Deze tomaatjes zijn bijna rijp. Ik denk dat ze nog even moeten. Hier, probeer eens even. Auw. Sorry. Oh. Die zijn wel goed. Pakje. Lekker. Pakje, helemaal enthousiast. Oh, hier hebben we ook een slak. Oh. Die heeft hem vermoord. Die heeft zichzelf volgevreten. Oh. Die is vermoord. Oh, dat is zo zielig. Ja. En met Boris gaat het trouwens ook heel goed hoor, dus dat is zo goed nieuws. Ik denk dat hij boven ligt. Hij heeft namelijk helemaal zijn favoriete plekje al ontdekt. Ik denk dat hij dan ook kan raden waar dat is. Ja, maar dan ligt hij wel. Hé, hey, slaapkopje. Oh. Heb je zo'n lekker plekje ontdekt? Goed zo, hè. Met hem gaat het echt heel goed. Had echt niet beter kunnen gaan. Hij is echt heel gelukkig. Hij spint constant. Hij slaapt veel. Eindelijk mijn luie, dikke kat. Die hopelijk over op schoot wil. Hij heeft gisteren trouwens al wel bij Daphne op schoot gezeten op de bank. Dus ik denk dat het helemaal goed komt. Maar hij is wel helemaal op zijn plek hier. Dat is wel echt heel fijn. We hebben een afspraak gemaakt bij de dierenarts. Dan moet hij vanavond naartoe om 6 uur. Dan gaan ze hem nakijken. Ik hoop dat daar niks geks uitkomt. Denk het niet. Ik ga even bijkomen van trap lopen. Oh, dan loop je dus. Ik weet niet hoeveel uren op zo'n escalator in de sportschool. En dan is je conditie nog steeds belabberd. Ik snap er wel niks van. Maar goed, het zal. Het belangrijkste is dat het met hem goed gaat. Hij scheidt trouwens al de hele kattenbak onder. Ja, dat doe jij, hè. Je gaat heel veel naar de kattenbak. Nou ja, ik ben op zich al lang blij dat hij zindelijk is. Dat is al heel wat. Maar serieus, hij poept wel echt heel veel. Ik kan me op zich ook wel voorstellen als je 10 uur lang in de auto zit. Dan moet je op een gegeven moment ook, dus ik hoop dat dat nog wat minder wordt. Maar ja, anders moeten we maar gewoon heel vaak die kattenbak schoonmaken. Wij zijn net met Boris naar het dierenarts geweest. Op zich lijkt hij allemaal gezond op zijn wond na en zijn gebroken of gekneusde staart. En dat hij heel erg ondergewicht heeft. Maar voor de rest ligt hij vrij gezond, dus dat is fijn. This is fine. Waarschijnlijk is het een Britse kortaar. Grappig, maar dat weet je natuurlijk niet zeker met de surfcard. Het is in ieder geval fijn dat hij verder gezond is. We hebben medicijnen meegekregen, antibiotica en pijnstilling voor zijn wond. En ook voor zijn staart, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is het voornamelijk voor zijn wond, maar kijk daar van even aan, maar die reageert nog niet. Voor zijn wond. Voor zijn wond. Hoe lang moet hij dat? 8 dagen of zo? Ja, 8 dagen. En dan hopelijk is hij dan van zijn wond af. Als hij het niet blijft overkrappen, want dat doet hij dus steeds. Maar waarschijnlijk krijgt hij door die antibiotica en die pijnstilling minder jeuk. En dan heeft hij ook minder de behoefte om dan aan te krabben. De wond was wel ontstoken, dus het is maar goed dat we even mee naar het dierenarts zijn gegaan. Dat wat betreft Boris. Misschien ziet dat wel, maar wij zijn niet in Almelo. We zijn in Geesteren. We gaan namelijk Boris en Boris
Booba, jezus. Booba en Annie ophalen. Ik denk dat die heel erg blij gaan zijn. Ook spannend hoe dat straks gaat met Boris. Het is maar één manier om erachter te komen. Hé, hey, Booba! Vriendje! Blij! Hi! Oh, ik heb het mis. Oh. Annie! Annie! Hey! Blij. Heb je ons zo gemist? Schatje, spint. Wij gaan onze tent afspuiten. Die is namelijk nogal vies aan de onderkant. Wacht, ik zal het laten zien. Hoewel het kurk droog was in Toscane, die toch helemaal vies met modder en drek. Wacht, is dat niet hetzelfde? Wie weet het ook video dat komt. Nou, spuiten maar. Oh, ah! En als we dan toch bezig zijn, moet de auto ook maar even. Hier is ook heel stoffig geworden van Toscane. Stoffig gebied. Jongens, kijk wat ik weer heb. Mijn vlogcamera. Hey. Hij is weer terug en... hij doet het weer. Klinkt trouwens nog wel een beetje gek. Maar goed, als het goed is, werkt het weer helemaal naar behoren. Ze hebben hem bij Sony gerepareerd. Nieuwe lens erop gezet. Viel onder de garantie, dus ik heb helemaal niks hoeven betalen. Super chill. Kan ik eindelijk weer vloggen met mijn gewone camera. In plaats van steeds met Daphne's telefoon. Dat is allemaal niet zo handig. Die kwaliteit is ook een stuk minder. Helemaal 's avonds. Ik denk dat je het wel ziet. Dan is de kwaliteit gewoon echt ruk. Dus heel chill dat ik hier nu bij me kan vloggen. En ik denk dat ik ook maar gelijk weer ga overschakelen. Tot zo. Ja, daar ben ik weer. Beter. Denk ik. Het is in ieder geval fijner om mee te vloggen. Ik weet niet of de kwaliteit per se beter is. Denk het wel. Geen idee. Ik kan mezelf in ieder geval weer zien. Top. Wij zitten op de bank. Met z'n allen. Oh, niet helemaal met z'n allen trouwens. Annie zit daar. Die ligt in de mand. Maar Boris en Booba liggen op de mand. Op de bank. We hebben namelijk Boris gisteren aan de rest van ons gezin voorgesteld. Aan Booba en Annie. Dat ging op zich best goed. Goed zo, Booba. Braaf, Booba. Goed zo. Heel goed. Goed zo. Ja. Ik zie maar niks te doen. Op een gegeven moment vond Booba het wel heel erg leuk en interessant. Hij was er natuurlijk helemaal van geen kwaad bewust, dus toen dacht hij, nou, ik ga eens even lekker snuffelen wie dat nou is. Dat vond Boris niet zo leuk, dus... ja, nu hebben we een kleine terugslag. Een kleine terugval. Best wel groot, ja. Maar waar stap je terug? Boris is namelijk een beetje bang en hij gewoon best wel veel naar Booba. Ja, nu ligt hij wel te slapen trouwens. Maar ja, hij ligt vooral heel stil op de bank, dus hij is wel een beetje bang. Zij dat ik snurken waren. Weet ik niet, hij is heel gaan snurken nu. Maar ja, dat is wel jammer. Voor de rest ging het heel goed. Annie en Boris ging redelijk. Ciao.
Annie die was wel aan het blazen, echt heel hard ook. Naar Boris, maar Boris deed het eigenlijk niet terug. Die keek echt vol verbaasd van, oké, dit heb ik niet eerder meegemaakt, wat doe jij? Maar vandaag ging het heel goed. Ik nam Boris vandaag mee naar beneden. Toen keek Annie er wel naar, vol verbazing. En dat was het eigenlijk ook wel. Ja, ja. Gisteren was ze best wel schrikkerig en bang. Maar nu is Annie wel chill, ze ligt lekker in de mand. Ze kijkt eigenlijk niet echt op van Boris mee, dus dat gaat best wel goed. Nou ja, het zou fijn zijn als deze twee straks ook weer vriendjes worden. Ja, Boeba vindt het helemaal prima. Die maakt het echt niet uit dat er iemand bij is. Die vindt het wel leuk zelfs. Die probeert ook een beetje aandacht van te vragen. Maar ja, dat wil Boris niet. Ik hoop dat het nog weer goed komt. Nou ja, vast wel. Op zich is het natuurlijk best wel knap dat zij daar zo samen op de bank liggen. Hè? Op zich is dat al wel... iets. Dat ze allemaal in één ruimte zijn. Hij ligt op zich wel en hij slaapt wel. Waarschijnlijk meer omdat hij zich niet durft te verroeren, maar goed. Ja. Nou ja, ze liggen in ieder geval wel en het gaat goed. Ze zijn rustig. Op zich is dat een win. En nu gaan wij verder met onze verslaving van voor de vakantie. Making a murderer. Went through this before. Well, you think something's gonna happen and you just get shut down.